Het was dé blikvanger van de Dutch Design Week. De People's Pavilion. Een enorm huis, volledig gemaakt van geleend materiaal. Het gebouw wordt nu afgebroken, maar de geleende spullen krijgen weer een bijzondere nieuwe bestemming. 7000 kilo plastic was nodig om het huis aan te kleden met deze kleurrijke panelen. Eindhovenaren gaven massaal gehoor aan de oproep om plastic te komen brengen. Alle onderdelen die zijn geleend van bedrijven die materialen verkopen. En die zijn zo in elkaar gezet dat er niet aan geschroefd is, niet aan gezaagd en niet aan gelijmd. Dus alles kan weer uit elkaar gehaald en weer terug naar de leverancier waar het vandaan kwam. En dat was precies de bedoeling van het project. Laten zien dat materiaal hergebruikt kan worden. Met man en macht wordt er gewerkt om het bijzondere project weer af te breken. De mensen die hun flesjes en verpakkingen brachten, krijgen er zaterdag iets voor terug. Nou, als je dus je materiaal in hebt geleverd, dan kan je de tegel waar het materiaal voor is gebruikt als grondstof, die kan je opkomen halen. Het smaakt naar meer. Ook volgend jaar wil de Dutch Design Week weer zo'n duurzaam project beginnen.